Er was wel een systeem in de bedrijven, in sommige bedrijven, ik heb ze hier en daar meegemaakt, dan de directeur of de bazen aan iedere wever een kleurdraad gaven om na te gaan van wie dat bijvoorbeeld een weemfout was. Men liet gewoon een kleurdraad meelopen op de zijkant van het weefsel. En in de tapijten zat er een draad van boven en van onder en dat was iedere wever had zijn kleurdraad. En die lijst was bekend bij de stopsters, want de stopsters kregen voor fouten te herstellen de tapijten voor oude neuzen. En als de fout redelijk flagrant was, ja, dan keken ze op de lijsten, ah ja, hier doen we die tapijten weer. En ze stonden bij u, hè. Er werd nu en dan wel een keer een beetje gefraudeerd. Als je een beetje een ploeg met had die, ja, je zo niet eerlijk genoeg was, dan als je buiten was, zette hij uw kleur terug op. En het waren zogezegd uw tapijten. Hè? Tekening, dessins werden ook hier en daar op een vreemde manier herachtergemaakt. En in de plaats van een pauw erin te tekenen, ze tekenden een naan met een grote kam erin. Net, maar de rest van het tapijt was dezelfde. Waarom geen zogezegd plagiaat te plegen? Ja, een diertje die erin zat, tekende dus een ander diertje en het was geen plagiaat niet meer. Maar dat gebeurde veel in de weverij. Want als hij als vreemdeling in een weverij komt, dan ziet hij oppervlakkig. Maar ook ik als wever in een weverij kom, dan zie ik details. Het is moeilijk onder woorden te brengen. Het is meer dan een passie. Het is meer dan een passie. Dat trekt mij aan en met al mijn ambachtelijk weven thuis. Soms kan dat 2-3 maanden blijven liggen, maar als ik er dan een keer aanval, ja, dan ben ik daar de hele dag mee bezig. Hè.